Goedenavond, Meteo naar de Beter presenteert de weersverwachting van woensdag 17 juni. Nou, heel erg afwisselend weer. Iets anders kan ik er gewoon niet van maken. En het enige wat iedere dag weer opvalt is dat warme, benauwde. En ja, dat er ook voor zorgt dat we telkens weer iedere dag in spanning afwachten. Komen de pittige buien of komen ze niet? Nou, we gaan even kort terugblik doen en daarna kijken we even vooruit. We kijken ook even naar het moment van nu. Nou, als we even kijken, dit is een prachtig plaatje die natuurlijk keurig laat zien wat voor weer het in sommige plaatsen was. Dit was in Gaam in Brabant. Gisteren viel er bij ons bij liefst 25 mm ongeveer. Aan de rand van Kesteren viel zelfs 35 mm. Ook in Linde viel 26 mm, heb ik gehoord. Ja, bijzonder grote hoeveelheden en ook in behoorlijk korte tijd. En de verschillen waren groot. Ik heb bijvoorbeeld een weerstation nagekeken bij Dodewaard. Daar viel maar 2,3 mm. Andere plekken 3 mm. De verschillen op korte afstand waren groot. En ook op dit moment is dat weer het geval. Nou, gisteren in Gaam in Brabant, daar viel ons zowat nog meer, maar ook 25 tot 30 tot 40 mm. En dan zie je, als er een straat is waar de afvoer wat minder is, dan krijg je dit soort taferelen. Hè? Mocht je geen geld hebben voor het zwembad, de natuur zorgt er wel voor dat je gewoon in je eigen straat kunt zwemmen. Ja, ik kan die mensen helaas niet aanspreken, maar mensen, ik denk niet dat jullie allemaal van hetzelfde huis zijn. Dit is niet helemaal 1,5 meter. Goed. De klaprozen, ja, ik vond het zo'n mooie foto van Arnie Spolder. Ik dacht, ik zet hem erin, waar je ook rondloopt. Ze bloeien volop. Het zijn prachtige klaprozen. En ja, gewoon schitterend om te zien. Ik vind ze heel erg mooi. Nou, even van vanmorgen. Daar zie je ook het verschil. Aan de ene kant die hoosbuien en soms toch ook weer die zon. Nou, vanmorgen is deze foto gemaakt. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat het maar een deel van de foto is. Want eigenlijk achter mijn rug loopt de foto nog door en daar waren lakenvelders te zien. Weer gemaakt door de Betuwe-fotograaf uit Beest. Mocht je Twitter hebben, volg hem alsjeblieft, want daar staat de complete foto wel. Ja. En nu, want nu, vandaag was het warm. Zonnig aan het eind van de dag en de temperatuur liep op naar een graad of 24, 25. En wat vooral opviel, het is burn-out. Nou, op dit moment is het bij ons nog droog, maar dat geldt niet voor heel Nederland. Dat kunnen we hier zien op dit kaartje. Het ziet er nogal dreigend uit ten zuiden van ons. Hè, als we even bedenken dat we zelf hier ongeveer zitten. Daar zo. En dan uiteindelijk komt de regen, die komt hier vandaan zo schuin omhoog. En ja, wij kunnen ook de komende uren wat regen verwachten. En wat we eigenlijk zien is, als we uit een raam kijken naar het zuiden, dan zien we eigenlijk die hele donkere lucht, die pittige zware buien. Ik heb begrepen al dat deze, die 20 tot 50 mm plaatselijk achterlaten, dus weer immense hoeveelheden. Alleen de treksnelheid is wat groter dan gisteren. Nou, kijken we even naar de weercam, daar zien we het ook. Eigenlijk zie je hier de duidelijke afgrenzing. Dit stuk, wat je hier nog net boven het dak ziet, zeg maar, dat donkere stuk, dat is echt intens donkere lucht. Daar waar dat boven hangt, daar stortregent het. En dan, daar heb je dezelfde weeromstandigheden die wij gisteren hadden. Nou, nog even terug, even naar het plaatje, even in het kort. Dit trekt komende uren, avond, nacht, over ons land. Dat betekent ook dat het echt nog wel kan gaan regenen. Plaatselijk kan er ook weer veel neerslag gaan vallen. Of dat bij ons is even afwachten. Maar zelfs in het noorden is een lijntje zichtbaar. Nou, en wat gaat er dus gebeuren komende avond en nacht? Ik ga even naar de weerkaart toe. Dit is het plaatje van vandaag. En dan zien we ook die storingen eigenlijk boven Nederland. En als we naar het volgende plaatje zien, dan zien we het eigenlijk al. Hè? Eigenlijk hier, dat rode ding, is eigenlijk die felle lijnen die nu boven Zeeland ligt, Brabant ligt. En net ten noorden daarvan kunnen ook nog gewoon buien ontstaan. Eigenlijk zien we dat dan. Hier ligt een storing boven Duitsland en die bezorgt ons ook die buien die we onze kant op zien komen. Nou, heel even snel terug. Die trekrichting is een beetje moeilijk. Het is niet zo dat die precies zo gaat. Een klein beetje als daar met een
bocht loopt hij over het land. Dus ja, je moet van Bayrade niet helemaal exact verwachten dat ze de goede voorspelling doen. Dat is even lastig voor ze. Nou, gaan we terug naar het weerkaartje. Komende nacht koelt het af naar een graad of 15. Tussendoor is het droog, wel echt veel wolkenvelden. Niet al te veel wind en als het waait, dan waait het uit het westen. En er kan dus echt komende avond en nacht ook wel veel regen vallen. Het dooft wel wat uit, de activiteit neemt wat af. Nou, morgen overdag, dan zien we eigenlijk de kern van het lage drukgebied hier liggen. De storing eigenlijk naar het noorden wegtrekken. En dat betekent ook dat we morgen, in de loop van de dag, wordt het droger. Eerst van morgenochtend kan het nog regenen. En dan loopt de temperatuur op naar een graad of 21, 22. Het is behoorlijk bewolkt weer met een zwakke tot matige westenwind. En in de loop van de dag kan de zon enigszins tevoorschijn komen. Nou, gaan we verder. Dan zien we hier vrijdag een groot lage drukgebied ten westen van ons. Maar dat een klein beetje nog uit de buurt blijft. Het blijft uit de buurt, want hier, daar was ik eigenlijk onderweg, zit een hoog. En hier zit hoge druk. En ook hier zit hoge druk. En die bieden voldoende tegenwicht om het lage drukgebied enigszins op zijn plek te houden. Vrijdag is het vrij droog. Een klein beetje zon, bewolkt. Nou, dat geldt ook voor zaterdag, wat we hier ook zien. Er is wat ruimte voor de zon. Aan de andere kant ook wel bewolking. Zaterdag is de kans op een bui weer iets groter. En ook zondag. Dat laag blijft daar een beetje rondtollen. Nou, wat gaat er dan daarna gebeuren? Daar gaan we het bijna over hebben. Dit laag, dat trekt eigenlijk een beetje terug. Maar tegelijkertijd, dit hoge drukgebied gaat langzaam zo naar het noorden toe. En dat betekent dat er ruimte, dat de stroming, de wind eigenlijk in het begin uit het westen komt. Zo. Maar halverwege volgende week komt dat hoog hier te liggen. En dan wordt die stroming meer zuidwesten en op een gegeven moment zuid. En dan stroomt hele warme lucht vanuit Afrika die kant naar het noorden toe. Nou, of dat gaat gebeuren is afwachten, want het is zoals we weten buiten de betrouwbare termijn. Maar toch, de kans is absoluut aanwezig dat we inderdaad vanaf woensdag ongeveer temperaturen van 30 graden of hoger gaan krijgen. Dat zien we ook in deze grafiek. We zien eigenlijk hè, de golf iets naar beneden gaan, maar rond die 20, tussen die 20 en 25 graden. Vanaf volgende week maandag, dan komen we al wat meer onder invloed van die hoge druk. Dan komt de zon al meer tevoorschijn. Tot dan een beetje afwisselend weer. Zondag ook nog echt kans op een enkele bui. En dat zien we ook hier. Vandaag en morgen echt nog kans op behoorlijk wat neerslag. Morgen ook nog en dan wat kleine kansen, niet al te veel. Nou, dan een poos droog hè, wat we hier zien. En dan pas eind volgende week zien we de kans op neerslag weer toenemen. Omdat lage druk met storingen dan weer wat dichterbij weet te komen. Nou, dan gaan we nog even kijken naar dit verhaal. Morgen dus, graadje 22, 21, 22, koelt af naar een graad of 15. Ik heb er 5 mm staan. Ja, als zo'n bui zich leeg hoost, dat weet ik ondertussen, dan kan er veel en veel meer vallen. Nou, vrijdag droog, 23 graden, koelt af naar een graadje of 13. Zaterdag vrijwel droog. Zondag is de kans op neerslag wat groter. Temperaturen ongeveer gelijk. En maandag 24 graden en dan komt de zon tevoorschijn. En wordt het echt behoorlijk droog weer. Kortom, spannend nog even, komende avond, komende nacht, morgen nog wel kans op regen, maar niet meer zo heftig met onweer en dergelijke. Grote neerslaghoeveelheden worden dan ook niet meer zo erg verwacht als vandaag. We wachten dat dus nog even af en daarna langzaamaan wat rustiger weer, ook wat minder benauwd weer, want het wordt iets drogere lucht. En ja, gaan we richting minder volgende week naar een hittegolf toe? Dat is nog even afwachten. De kaarten zijn wel al een poosje aardig eensgezind. Maar goed, het is buiten de betrouwbare termijn. Laten we het rustig afwachten. Een hele fijne dag gewenst.